Dit is dus zo'n stuk heel vroeg bloemetjesbehang. Hier heb je zo'n die kabelmotieven. En moet je je voorstellen dat als je hier dus heel veel vellen van hebt, dan kan je dat prachtig aan elkaar passen. Dit is iets, dat noemen ze blompotten. En dat zijn dus van die hele decoratieve, enorme boeketten. Die in een veel te kleine vaas staan natuurlijk, als je het goed beschouwt. En aardigheid is ook heel vaak dat daar allerlei bloemen in staan die helemaal niet in dezelfde periode in bloei staan. Dit is dus een tekening, een ontwerp voor een print overigens, van Joost de Momper. Maar je ziet hier meteen ook heel mooi van die keurige rechthoekige perken. En eigenlijk is het aandeel van de bloemetjes heel klein, want in de tweede helft van de 17e eeuw komt er echt een markt voor getekende bloemstenlevens met veel kleur en heel zorgvuldig uitgewerkt. Nou, dit is een hele mooie van een Haarlemse kunstenaar, Dirk de Braai, met enorme pioenrozen en van alles en nog wat. Ja, dit is een hele mooie bergamotplant, geschilderd door Aart Schouwman, een Dordtse kunstenaar in de 18e eeuw, die befaamd was vanwege zijn prachtige kleuren die hij gebruikte. En die Schouwman die was vooral beroemd om zijn prachtige zinderende rood. En dat zie je in deze bergamotplant heel prachtig tot uitdrukking komen.